Bij mij in de Radio 509 studio Monique Oudshoorn, directeur van de vereniging Onbeperkt Lezen, het vroegere NLBB. Monique, leg eens uit, hoe zit dat nou precies? Nou, fijn dat ik even de gelegenheid krijg om dat goed uit te leggen. De NLBB kennen de mensen eigenlijk al van vroeger. Dat was de Braille- en Luisterbibliotheek. Maar in de loop van de jaren zijn heel veel zaken veranderd. En in 2007 is de bibliotheekfunctie niet meer bij onze vereniging. Toen hebben wij een nieuwe naam gekregen. NLBB, Vereniging van Leesgehandicapten. Maar eerlijk is eerlijk, het bleek toch een wat moeilijke naam. Want een heleboel mensen die lid zijn van onze vereniging, die zeggen, ik voel me helemaal niet leesgehandicapt. Ik lees juist heel erg graag. Alleen ben ik aangewezen op aangepaste leesvormen. Dus de wens was een wat positieve benadering in de naam te hebben. En ook de letters NLBB los te laten. Want we zijn geen bibliotheek meer en dat is te verwarrend. Ja, en leesgehandicapten inderdaad, hè? Nou, ja, inderdaad. Ja. Nou, daar zijn we vanaf sinds deze zomer. En onze missie, de missie van de vereniging, was al die jaren al onbeperkt lezen. Dus we hebben onze missie in de naam verwerkt. Vereniging Onbeperkt Lezen. Je zei het net al, we hebben de bibliotheek niet meer. We zijn nu de Vereniging Onbeperkt Lezen. Maar wat doet de vereniging? Nou, het is een keuze van de leden geweest om als vereniging voor te blijven bestaan. Om als een soort luis in de pels voor de dienstverlening te dienen. Maar het belangrijkste wat wij tegenwoordig doen is informatie en advies geven aan mensen die zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. Dat kunnen mensen zijn met een visuele beperking. Maar je kunt ook denken aan mensen met dyslexie die ook geholpen zijn met bijvoorbeeld gesproken teksten. Wij stimuleren initiatieven die onbeperkt lezen dichterbij brengen. Dus als iemand iets in een aangepaste vorm wil gaan doen, maar niet precies weet hoe, dan kun je bij onze vereniging terecht om bijvoorbeeld financiële ondersteuning, om dat mogelijk te maken. En we lobbyen bij overheid en bedrijven. Monique, hoe ziet een gemiddelde werkdag van jou eruit? Je komt 's ochtends op kantoor, kopje koffie en dan? Dat is een goede vraag. Nou, het ligt er een beetje aan wat we aan onderhanden werk hebben. We kijken altijd eerst even wat voor vragen zijn er binnengekomen. Zijn er bijzondere dingen? Die inventariseren we. Voor het overige hebben we een jaarplan. Dat hebben we samen met het bestuur gedaan. En dan lopen er verschillende initiatieven in het land die wij ondersteunen. Zo ondersteunen wij een nieuwe zelfleermethode, Braille, van Visio. Wij organiseren kinderleesfeesten, zoals onlangs nog in Nijmegen. Daar met die organisatie houden we ons bezig. En we gaan bijvoorbeeld van de week naar de Koninklijke Bibliotheek. En daar zitten alle dienstverleners en belangenbehartigers bij elkaar om te praten waar we naartoe moeten met deze onbeperkt lezen agenda. En dan is meteen mijn vraag, waar moeten we dan naartoe? Nou, het klinkt misschien niet voor iedereen bekend, maar er zijn natuurlijk in Nederland heel veel materialen die gelezen kunnen worden. Heel veel boeken, kranten, tijdschriften. Maar als je bijvoorbeeld een visuele beperking hebt, is heel veel van dat materiaal niet toegankelijk. Er worden heel veel boeken jaarlijks uitgegeven en misschien maar 5% daarvan wordt in gesproken vorm of in braille beschikbaar gesteld. Nou, wij willen eigenlijk, dat zou ons ideale plaatje zijn, dat elk boek dat verschijnt hier in Nederland op wat voor manier dan ook gelezen kan worden. Dat is ons ideale plaatje. En daar zetten wij ons voor in. Maar dat is natuurlijk alleen maar in hele kleine stapjes te realiseren. Ja, want heb je wel heel erg veel te doen. Als je dat allemaal, nou ja, of zou moeten brailleren, of je zou ze allemaal moeten inspreken. Alles wat er te lezen is. Ja, dat is echt nou ja, misschien een monster klus. Misschien moet je niet meer denken dat alles wat er is op voorhand wordt ingesproken of gebrailleerd. Je kan ook zeggen van als iemand dat wil, dan gaan we dat doen. Dat kan ook. En wat vroeger natuurlijk heel lastig was, is dat een boek op papier verscheen en dat dan alles overnieuw gemaakt moest worden. Maar met de nieuwe digitale wereld zijn er zoveel dingen mogelijk. Dan zijn de bronbestanden van heel veel leesmateriaal al in digitale vorm aanwezig. En dan is het omzetten veel gemakkelijker. Ja. En als een uitgever toch kans ziet om dat bronbestand beschikbaar te stellen, dan denk ik dat er op een veel gemakkelijker manier tegen weinig kosten veel meer mogelijk moet zijn. Maar nu even heel concreet. Stel, ik heb iets dat ik graag wil lezen, alleen het is niet in gesproken vorm beschikbaar. Wat doe ik dan? Bel ik jou op, Monique, of iemand anders van de vereniging Onbeperkt Lezen? En wordt het dan alsnog ingesproken? Wat wij als doen als vereniging is speciaal voor onze leden een project hebben we ingevoerd. Dat heet Boek op Verzoek. En als je nou een hele specifieke wens hebt die echt helemaal bij jou hoort, maar waar andere mensen wat minder behoefte aan hebben, dan kun je dat indienen bij ons. En wij hebben elk jaar een selectie van 5 titels. Die maken wij. En dan kan jouw boek op verzoek
toch worden gemaakt. Boek op verzoek. Ik vind het een hele mooie. En die service is gratis, tenminste voor leden. Dat kan voor een tientje per jaar lid worden van onze club. Want zoals ik net zei, wij doen een belangenbehartiging. En het is belangrijk dat we met een grote groep kunnen vertegenwoordigen. Als wij bij de overheid lobbyen of bij bedrijven om aan te geven hoe groot onze achterban is. En hoe belangrijk het is om dingen toch net even anders te organiseren dan nu het geval is. En dat doen jullie van de vereniging Onbeperkt Lezen in Den Haag. Meer informatie, raadpleeg de website www.onbeperktlezen.nl. www.onbeperktlezen.nl. Monique Oudshoorn, directeur van de vereniging Onbeperkt Lezen. Dank voor je komst. Graag gedaan. Voor iedereen.